Ik ben Mitchell Bloem, ik ben 25 jaar. Ik werk hier als loodsmedewerker in het Crosstalk hier in Lemmerdeveld. En ik werk nu zo'n 4 jaar hier bij Tielbeke. Mijn eerste dag bij Tielbeke, dat was in Zwolle bij Albert Heijn Online. Daar ben ik begonnen als chauffeur. En mijn eerste werkdag ging ik mee met een instructeur en daar heb ik eigenlijk de mensen toen de boodschappen bezorgd. Het verschilt van dag op dag. Ik heb een groot team, andere keer hebben we een wat kleiner team. Een vaste groepje waar we mee werken, daar kunnen we allemaal heel goed mee met elkaar. En ook veel part-timers waar we mee werken. En dat is ook heel divers. Dus allemaal verschillende jongens en meisjes waar je mee werkt. Dat is altijd wel leuk om daarmee aan de slag te gaan. Nou, ik ben nog bezig met de opleiding BBL, logistiek teamleider. En daardoor heb ik altijd mijn laptop bij me. Dus daar kan ik altijd mee bezig als ik hier aan het werk ben. Typisch Tielbeke is voor mij toch wel echt dat er altijd wel wat te doen is. Het stopt nooit. Ik trek mijn klep open voor onrecht. Zodra ik het ook in de loods of wat dan ook zie, of in mijn privéleven zie, dan trek ik mijn klep daar wel voor open. Ja. Formule 1 kijken is wel echt een van mijn leukste. Ik ben vorig jaar ook naar 2 wedstrijden geweest, in Bahrein en in Abu Dhabi. Maar dat is wel echt een dingetje waar echt een passie voor mij ligt.